Assalamu alaikum. Dank meneer in de video. Natuur. استوكات اللي يملكها بركستيكا زونكس واللي الحمد لله استلمنا بلافه من ضمن عقد شركه القمه وياه سنه 2020 و2021 هاي الطيور كلها بنات استوكات كلها بنات طيور الانتاج اللي يملك الاستوكات يعني طيور الانتاج يعني طيور كانت مسابقه عنده وفايزه ودخلت للانتاج وهاي بناته هاي الطيور عمارها حدود الاربع اشهر ثلاث اشهر اثنين ثلاث اشهر والاربع اشهر وهاي قسم من الاستوكات قسم من المهات هاي الطيور نحب نصورها لكم. Ja. Dit is opnieuw een van de eerste duiven die we hier gespeeld hebben. Dit is de 615 van 16. Dat is een Davin, hè? Een Davin, ja. Deze Davin heeft viermaal de eerste gewonnen in het ijzersterke teamverbond, enkel op miljoenvluchten. Dus we hebben al enkel miljoenvluchten gespeeld. En deze duif, ook zit het een kinderduif van deze duif, want deze duif is vorig jaar, einde van vorig jaar in de kweek gegaan. En Nyon, wat is de afstand? Nyon. De jongen, dat is voor ons een afstand van 227 kilometer. 227 kilometer. Ja. Hij heeft daar 4 maal gehad. De markt is de oude, met Nyon, 227 kilo. Met 2016 heeft hij daar. En hij heeft daar, wat je daar in de tuurlintage en de Dirk, stickers en kus, wat dan niet, met de naai natuur, listen naar Benat, hij heeft daar. Ja. Ja. En dan, normaal suprem. Dit is de 492 van 2017. 492? 492. Ja, dit is een dochter Wonderboy. Dit is Wonderboy. Ja, en dit is de moeder van de 383. Dus de midfonds die dit jaar twee midfonds vluchten vlogen, tweemaal de eerste vlog. Eenmaal van 3000 duiven en eenmaal van meer dan 4000 duiven. Dit is de moeder van de 383. Rechtstreeks de dochter van de boy. Hij heeft een van de natuur die hij heeft in de stokkaat, een van de natuur die hij heeft in het tasleeg. Bitter 383, die hij is in de stokkaat Martin Subakien. Of was het Bill Martin, ouwel, aan het teamverbond. Hoeveel verenigingen zijn er nog steeds in het teamverbond? Met de midfonds hebben wij een ander verbond. Dus, in de midfonds zijn er 21 verenigingen. En met de snelheid? Met de snelheid hebben wij op Oyon nog 19 en op de Kieverij nog 9. Ja. 19 in Oyon? Het Oyon 19. En 9 van Kieverij. Hij heeft daar om de 383 in Limartien bij de Massafat in Nusselwassat. 227, die dochter hebt gewonnen. Nee, de dochter heeft op afstanden van bijna 400 kilometer. Ja, dat was de midfond. En de eerste vlucht won ze de eerste van meer dan 4000 duiven. En vorige week won ze de eerste van meer dan 3000 duiven. En zo dadelijk, binnen een uurtje, steken we ze opnieuw in de mand voor de wedstrijd van morgen. Ja. البيت مرتين سابقت بال 400 كيلو تقريبا، المرة الأولى فازت على أكثر من 4000 طير المركز الأول، والسباق الثاني المركز الأول على أكثر من 3000 طير. هاي الطيارة بيت مباشر للجنبوت ومن هاي الطيارة إن شاء الله بناتها عندنا إن شاء الله استلمناها ضمن العقد الشركة القمة. Rechtstreeks, dit is een van de laatste kinderen geboren van Wonderboy. Want Wonderboy is gestorven in 2017. Hè? Ja, dit is een van de laatste kinderen. Dochter van Stamka. Dochter van Stampa, ja. Hij heeft een van de laatste natuurlijke lintage, Wonderboy, bij de 2017 kabelij moet. Ja. Om hij hem in de stamkop. Een halfbroer van deze, dus van dezelfde moeder, maar dan met een andere vader, dus niet meer Wonderboy. Was vorig jaar hier een duif, die won 6 maal de eerste in teamverbond op Kieverij en op Oyon. Dus een half broer van haar. Ja, en los af ga je teren, best in je te noemen, de arm van zit maar naar de markt. En teren, top, kulle maani. Dirk, hartstikke bedankt. Graag gedaan, heel graag gedaan. En allen heel veel succes met de duiven. Super, dankjewel. Oké. Tot volgende keer. Oké, tot volgende keer.